Donderdagavond werden onder het toeziend oog van de vele belangstellenden en familieleden de nieuwe raadsleden geïntroduceerd en beëdigd. In een volle raadzaal van het stadhuis van Kampen spraken de raadsleden de eed of de verklaring en belofte uit. De raadsleden kregen zoals gewoonlijk uit handen van burgemeester Koelewijn het zakboek voor raadsleden uitgereikt. Dat is feitelijk de uitnodiging aan raadsleden om vooral volksvertegenwoordiger te zijn. Marijke Drost, daar sta je dan, 4 jaar. Ja, laat ze maar beginnen. En heel gauw alsjeblieft. Je hebt er zin in dus? Ja, heel erg. Ja. Gaat wel heel veel vrije tijd in zitten? Die was al redelijk vergeven, maar dat is helemaal goed. Ja. Piet Bergsta voor het GBK, daar sta je dan, het volk heeft gesproken. En nu? Ik ga door. Harro Pruisen, 4 jaar in dienst voor de burger van Kampen. Hoe voelt dat? Dat is een hele grote eer. Dat overkomt je niet elke dag. Dus ik ben er heel blij mee. Ik zei het net al, er gaat heel veel vrije tijd in zitten. Dat heeft het afgelopen jaar ook al gedaan, maar dat gaat zeker weer gebeuren, ja. Waar gaat u zich druk voor maken voor de ChristenUnie? Ik ga mij voor heel veel dingen druk maken, maar voor één ding vind ik heel belangrijk. Dat is de energietransitie en dat de burger meer betrokken is bij de plannen die de overheid maakt. Janita de Bak, hoe voelt dat na 4 jaar weer terug te zijn? Nou, ik ben eigenlijk al helemaal gewend. Ik moest alleen even met de knopjes van de elektronische apparatuur klieren. Mag jij je de komende 4 jaar vooral druk voor maken? Ja, ik vind armoede echt een probleem in Kampen. De verschillen tussen rijk en arm worden groter en daar moeten we ons echt hard voor gaan maken. Volgens mij heb jij er ook wel zin in. Ik heb er zin in. Edwin Burgman, gepromoveerd van commissielid naar raadslid. Hoe voelt dat? Ja, super. Je hebt er zin aan volgens mij? Ik heb er hartstikke veel zin in, ja. Goed gewonnen tijdens de verkiezingen en nu knallen? Ja, we gaan absoluut knallen. Ja, ik heb er ook zin in.